Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij Theater aan de Parade Deelt. Het virtuele theater van Theater aan de Parade in deze tijden dat er een oorverdovend applaus klinkt uit onze lege zaal. Voor een ieder die keihard aan werk is om dit land draaiende te houden, maar vooral ook voor u, ons publiek, omdat we elkaar zo missen. Vanavond ben ik echt ontzettend blij dat Hans ter Voort, onze Hans, een speciale uitzending maakt voor Theater aan de Parade Deelt. En hij zal u toespreken als zijnde een zeer bijzondere vader van deze en onze gemeenschap. Ik wens u veel plezier bij deze virtuele voorstelling. En namens alle medewerkers van Theater aan de Parade graag tot een volgende keer. Dag! Welkom, dames en heren. Het zijn zware tijden. Iedereen weet ervan. Er wordt over niets anders meer gesproken dan over corona, corona, corona. En ook ik als artiest krijg hier tijd van het Theater aan de Parade om te vertellen over corona, corona, corona. Natuurlijk kan ik u gaan vertellen hoe het er bij mij thuis aan toe gaat. Ik heb ook een paar kinderen, wat die aan het doen zijn of wat ze juist niet aan het doen zijn. Ik kan vertellen over mijn vrouw die in de zorg werkt, hoe het daarmee gaat. Maar is dat interessant? Ik vind het zelf niet eens interessant. Laat staan dat ik het jullie ga vertellen. Nee, ik denk dat ik deze tijd die het Theater aan de Parade mij geeft, beter kan geven aan iemand anders. Iemand die de stad nodig heeft. Namelijk onze burgemeester. Dus die wil ik nu graag uitnodigen. Jacques, ben je klaar? Dank je, Hans. Ja, heel attent van je om jezelf niet te gaan promoten, maar om mij aan het woord te laten. In navolging van de koning en onze minister-president Mark Rutte richt ik ook graag het lokale woord tot u, mijn collega Bossenaar. Het zijn zware tijden. Iedereen zit thuis, ik zelf ook. Ook ik kan niet meer naar de kapper. Dat was een grap. Ik ga natuurlijk al jaren niet meer naar de kapper. Ja, ja, en dat thuiszitten doet mij ook niet goed. Ik ben al 8 kilo aangekomen. Mijn vrouw noemt mij al de hamburgermeester. Dat was alweer een grap, dit. Ja, het zijn zware tijden. Ja, mensen, we moeten ook vooral blijven lachen. Dat kunnen wij hier in 's-Hertogenbosch als geen ander, dus laten we dat vooral blijven doen. Want verder kunnen we niet veel, mensen. Nee, ik wilde mijn vakantie gaan boeken. Maar ik heb geen idee of we Nederland uit mogen of zelfs ons huis uit mogen. Geen idee. Dus ik zag op social media allerlei nieuwe vakantiebestemmingen voorbij komen. Woonkameroen. Ja. Tanzania en Helsinki. En dit heeft ertoe geleid dat ik een nieuw spelletje heb bedacht in ons uiteraard best grote huis. Ik ben tenslotte burgemeester en burgemeesters wonen niet ergens driehoog achter. Nee, die wonen in een respectabel huis, zeg maar. Dat spelletje gaat als volgt. Ik ga me verstoppen in ons dus best wel grote huis. En dan telt Astrid, dat is mijn vrouw, tot 100. En bij 100 gaat ze mij dus zoeken. Ik geef dan hints door de walkie-talkie. We hebben alle twee een walkie-talkie in onze hand. Omdat we best een groot huis hebben, kunnen wij ook zo communiceren met elkaar. En dan, zij weet niet waar ik zit. En dan zeg ik bijvoorbeeld, hè, als hint, Jezus is geboren in Bethlehem. Dan zit ik op de slaapkamer, hè. Bed, slaapkamer, ja. Ja, of deze. Weet je nog, schat, onze huwelijksreis naar Stoppenkastricum aan zee? Dan weet zij, Stoppenkast zit ik dan. Of Dakar is de hoofdstad van Senegal. Ja, snap je? En zo hebben we dan ook nog Hannoverloop, Berging op Zoom, Dakkapelle aan de IJssel en Den Kelder. Astrid had er ook eentje bedacht, maar die vond ik niet zo sterk. De garagepos-eilanden. Ik denk, nou, oké.
Maar goed, omdat ik nu dus hele dagen thuis verstoppertje aan het spelen ben, weet ik dus niet meer hoe het gaat met de gewone bossenaar, met u. He, vroeger kon ik nog gewoon gezellig een gesprekje aanknopen op de bossenmarkt, waar ik wel regelmatig overheen liep, moet ik nu zeggen. En dan konden we praten over het reilen en zeilen en over koetjes en kalfjes, maar nu kan dat niet meer. Dus had Astrid, dat is mijn vrouw, een briljant idee. Ze zei, Jacques, kun je niet met de bossenaren gaan facetimen? En dat vond ik een geweldig plan. Dus hier is mijn laptop. En ja, ik heb hier een paar telefoonnummers gekregen van wildvreemde mensen. Ja, die liggen hier dan voor mijn neus, papiertjes. ik ben heel benieuwd hoor. We hebben sinds 1 april 155.321 mensen. Hebben we alle telefoonnummers hiervan verzameld. Niet van allemaal natuurlijk, want kleine kinderen hebben geen telefoon en hele oude mensen ook niet. Die reken ik niet mee, maar het zullen er toch zeker 110.000 zijn waar we uit kunnen kiezen. Nou, ik ben benieuwd hoor. De eerste is Henk. Ik mag de achternaam niet zeggen. Achter in het kader van het AVG. U kunt ook niet zien of Henk in beeld is, wie het is. U kunt het niet zien, u weet alleen, het is Henk. Dus ik ga Henk even bellen. Hier met FaceTime, dit is allemaal aan elkaar gekoppeld. Het is even een gedoetje. Gaat hij op en neer, oké. Okay. Tuut. Zien we Henk al? Hallo met Henk. Dag Henk, kijk eens wie ik ben. Herken je me? Nee, niet meteen. Wacht eens even. Umberto Tan, die van de tv. Nee, wacht, die is zwart. Nee, ik kom wel uit de buurt. Michael van Gerven? Nee, die had geen bril. Jo van de Griet? Die ken ik niet. Nee, ik ben een bossenaar. Hans de Voort, die een tondeuze heeft gekocht. Ik weet het echt niet. Oké, ik ben de burgemeester, Henk. Ach, de mikkes, ja, nou zie ik het. Ja, kijk, niks persoonlijks, hè, maar ik ben van de generatie Rombouts, weet je wel. Die had hier 100 jaar gezeten of zo, ja, maar nou zie ik het, ja. Oh, wat leuk dat gebeld, hè. Wat kan ik voor u doen? Koffie? Nou. Die moeten natuurlijk zelf vatten bij zo'n FaceTime en dingen hebben. Dat snapte natuurlijk wel. Ja, Henk, dat snap ik wel, hoor, maar ik ben vooral heel benieuwd naar jou. Wie ben je, wat doe je? En kom je tijd door tijdens deze... Mister, ik ben dus Henk. Ja, En ik woon in de badjes en mijn hobby's zijn bier drinken. En voor beroep ben ik dus portier. Oh, portier. Ik ken het niet allemaal naar hem, hè. Nou, kijk, inderdaad, kijk. Mensen. Ik zie enorme spierballen, Ja, maar nou zit ik dus thuis, want de horeca is dicht. Ja, dat moesten we sluiten. De eerste dag heb ik hier thuis aan de deur gestaan, lekker thuiswerken. Ja. Maar alleen mijn vrouw en mijn oudste zoon, die is gescheiden en nou is die weer thuis gekomen. Ja, leuk, Henk. Die kwam af en toe binnen en dan weer naar buiten. Ja, was niet veel aan, zeg maar. Nee, portier is niks voor. Ik deed al een beetje in vorm te blijven, hè. Maar ja, nou doe ik alleen nog maar de portier van de auto open en dicht. en af en toe de deur van de schuur als ik het best bevat. Ja, Henk, maar waar hou je je dan de hele dag mee bezig? Wat doe je? Muziek. Oh, muziek. Ik ben dus ook muzikant. Heel ik muzikaal. Doe altijd mee met Kwekverstein. Kwekverstein. Ik heb dus al 3 nummers af. Ja, zo. Ja, niks te doen. Wilden ze horen? Nee. Kijk, bijvoorbeeld deze. Je hebt de muziek. Oh, Tondong, jij bent de mooiste en de lekkerste. Nou. En de leukste. Ja, leuk. Daar ben de guy. Leuk, Henk. Oh, Ja, mooi, Henk. Het borrelt. Want deze jaar is van Oeteldonk borrelt, hè, motto. Ja, motto van Oeteldonk, dit jaar. Oeteldonk, het borrelt in mijn kop. Ja, leuk. Nu zit de kikker bovenop de borrel lekker mee. Ja, Henk. Heel leuk. Kun je ook iets anders nog... Verder ben ik dus ook bezig met de coronaliedjes. Ja, heel veel mensen doen dat. Heel veel mensen coronaliedjes. Ik ga nooit meer naar Barcelona. Ja, ook.
Corona, ja, in Spanje is toch heel erg. Ja, ja, mooi Henk. Maar ook al ben ik nu thuis. Ja, ik weet niet mensen, maar... Ja. Ik denk dat we stoppen met Henk. Het is mooi geweest. Ja, leuk Henk. Nou, dankjewel Henk. Ik ga weer iemand anders bellen, hè. Tjonge jonge, Henk is een echte bosnaar. Veel praten, blijf maar doorgaan. Nou, dat was Henk. En Henk vermaakt zich wel, denk ik, in deze moeilijke tijden. Ik ga weer een ander nummertje zoeken. Ik ga kijken welk nummertje hier nu voorbij komt. Ik weet niet wie het is. Ik zie hier Saskia. Saskia de... Ik mag het niet zeggen, mensen. In het kader van de AVG. U begrijpt dat natuurlijk. Nou, we gaan bellen met Saskia, mensen. Ik ben heel benieuwd. Saskia, waar kunnen we Saskia vinden? Oh jee, Saskia, waar kunnen we haar vinden? Waar kunnen we haar vinden? Ja, Saskia. Ik ben benieuwd. Nou. Met Saskia de... Oh, je achternaam moet je niet zeggen, in het kader van AVG. Hé, hey, de burgemeester. Ja. Oh, hey, kijk eens jongens. Kijk eens, de burgemeester. Nou, dag Saskia, wat leuk zeg. Even voor de kijkers, ik zie Saskia, een aantrekkelijke, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Een aantrekkelijke vrouw met twee hele lieve kinderen in beeld. Maar goed, ja. ik ben dus Saskia. Ja, leuk en, Saskia. En dit zijn mijn kinderen. Mm-hmm. Kijk, u ziet ze. Ja, allemaal ik kinderen. Ik heb er overigens drie. Ja, ik zie er maar twee. Eentje is een taart aan het bakken in de keuken. Ik ruik het. Saskia, wat is je beroep? Ik ben trainer-coach. Normaal heel druk, maar nu zit ik dus thuis. Ja, ik begrijp het. Trainer-coach van mijn hele lieve kinderen op dit moment. Hé, kinderen? Ja. En gaat het goed met het leren, kinderen? Het gaat fantastisch. Fantastisch, nou, heel fijn, heel fijn. Ze zitten iedere ochtend om 8:30 paraat. Ah, leuk. Keurig gedoucht, ja, bij ik kinderen. Zie het ja, goed al. Opgevoed, mooi, hè? Haartjes gekamd. Ja. Allemaal hun havermout met fruit naar binnen gewerkt. Nou, gezond top, hoor. Bezig zijn en weerstand. En dan beginnen ze lachend aan hun huiswerk. Ze lachen nog steeds. Ze zijn heel lief voor. Maken nooit ruzie. Oh, luisteren fijn, echt fijn. Heel goed. Fijn, echt heel bosse goed. Kinderen, en we fijn, hebben heel kinderen. Veel plezier met nou, z'n allen. Leuk, ja. Kijk, daar komt papa ook nog aan. Oh, kijk, mijn geweesten. Oh, papa vermaakt zich ook uw opperbest, hoor. Nou, heel fijn. Hallo, Sebas. Kijk, hier is de burgemeester op FaceTime. Hallo, Sebas. Nou, zeg Sebas. Dat doe je toch niet, hè? Hij is zo mallert, hè, mensen. Ja, ik zie het, Saskia. Nee, burgemeester, het gaat hier uitstekend. Dat is fijn. Van mij mag die crisis nog wel weken, maanden duren. Okay. We komen heel erg tot elkaar. Leuk, we zingen de hele dag. Fijn. Doen spelletjes. Ook al muzikaal. Nee, Vlinder, niet doen. Vlinder, blijf van Wolfje af. Nou, Vlindertje toch. Nou, gaat burgemeester, dat is echt de eerste keer. Ja, Sebas, doe jij dan eens iets? Wat nou moet ik alles doen? Hoe bedoel jij? Wie heeft er gisteren gekookt dan? Hè? Even fout hier, mensen. Ja, maar wat jij klaarmaakte was echt niet te nakken van dat studentenvoer. Nee. Zeg, Vlinder, hou nou onmiddellijk op. Au, pot van effe. Waar is Anne Fleur? Sebas, waar is Anne Fleur? Saskia, je tuinpak aan. Dat ruik je toch? Saskia, doe raam open. Is er nou helemaal niemand hier in dit huis die iets doet? Wolfje, ga van tafel af. Nu, Vlinder. Nou ben ik er klaar mee. Saskia, dat is al de vierde keer. Godver. Jongens, mama is aan het bellen. Ik weet niet goed hoe ik moet doen. Nou, inderdaad. Oké, dan gaat het dus niet zo heel goed daar. Ja, ze zijn gelukkig wel allemaal nog gezond. Ik zag tenminste niemand in bed liggen. Ja, misschien die Anne Fleur, die heb ik niet in beeld gezien. Die was met die taart bezig. Ja, mensen, het is niet allemaal roze geur en maneschijn. Maar bij de meeste bossenaren gaat het echt heel goed. Zullen we er nog eentje bellen dan? Eentje? Ja. Dit is, even kijken, wie komt er nu in beeld? Dit is Mohammed... Nou, die achternaam kan ik niet echt heel makkelijk uitspreken. Mohammed. Ik weet niet of het Mohammed is of Mohammed. Hè. Soms is het met 1 M, soms met 2 M's. Maar dit is met 1 M. We gaan horen wie het is. Hij gaat in ieder geval over, zie ik. Wie zou het zijn? Wie neemt de telefoon? Goedemiddag, u spreekt met restaurant Bab Toumar. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Nou, goedemiddag meneer. U spreekt met de burgemeester van uw stad. Zeg toch een bos.
Jacques Mikkels. Meneer de burgemeester. Ja. Hij is leuk. Vriendelijke mannen bent u. Nou, Mohammed, dat moet je maar eens tegen Astrid zeggen, dat is mijn vrouw. Zeg, Mohammed, weet je wat een burgemeester is? Ja? Ja, zeker, meneer burgemeester. Hè. Ik heb inburgering gedaan. Ik heb elkaar gehad met op school, KMN op school. KMN. KMN is kennis maken met Nederland. Ah, nou, burgemeester leuk. Mieke, even uit mijn hoofd. Burgemeester Miekers ja, is van VVD, net als president Mark Rutte. En ja, ik ben de baas van de stad, samen met de wethouder. Ja. En die wordt gecontroleerd door de gemeenteraad. Nou. Ik weet alles, ja. Ja. U bent ook burgemeester geweest van Veldhoven. Ja. En ook van Maastricht. Er is veel criminaliteit in Maastricht. Ja. Is Palermo aan de Maas. En u bent geboren in Heze, toch? Bij Eindhoven. Nou ja, dat klopt, Mohammed. Zeg, jij bent de afwashulp hier in het restaurant. Afwashulp? Nee, meneer, ik burgemeester, ik ben de baas. Oh, heb ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En wij betalen iedere maand keurig netjes bed. En, ja, maar nu heb je niks te doen, Mohammed, hè? Want de restaurants zijn dicht. Dus... Ja, is niet heel druk, maar wij maken afhaalmenu's. Oh, afhaalmenu's gaat heel goed, gaat heel nou, goed. Nou, fijn. En alles wat overblijft, wij brengen naar het ziekenhuis. Naar Jeroen Bos ziekenhuis, voor de personeel, gratis, voor niks. Oh, ik word tijd dat ik iets terug doe voor de Nederland. Nou, heel goed, Mohammed. Daar kan Mary Possenaar nog een voorbeeld aan nemen. Zeg, Mohammed, na de crisis kom ik zeker een keer in jouw restaurant eten. Ja, dat is een hele mooi, burgemeester. Ja. U krijgt de mooiste tafel, ja. Nu ga ik weer snel verder werken. Dat dag, is goed, burgemeester. Hoor. Dag, groet Mohammed. Aan Astrid, dat is uw vrouw. Nou, ja. Kijk, dat was nog eens een mooi gesprek, mensen. Lieve inwoners van 's-Hertogenbosch, deze tijd is natuurlijk heel zwaar. Maar na deze telefoontjes weet ik dat de meeste Bossenaren zich hier doorheen slaan. En dat kunnen wij. En na 28 april is het vast weer allemaal een stukje beter. Ik stel voor dat de horeca dan weer open gaat. Niet voor ons allemaal, nee, dan wordt het veel te druk. Maar bijvoorbeeld op de 28e mag iedereen wiens naam met een A begint op stap. Dus alle Annie's, Arjans, Angela's mogen op stap. Astrid's. Maar ja, daar kan ik dus niet mee. Maar misschien wel met onze buurman Arie. Ja, maar wel met 1,5 meter afstand uiteraard. En tussen Astrid en Arie misschien wel 2. En dan op de 29e mag iedereen op stap wiens naam begint met een B. Dus alle Berten, Benny's, Beverly's, Beates gaan dan lekker de kroeg in. En ook alle boppen, want een bob zal er die avond dan niet rijden, denk ik. En op de 30e alle C's, behalve de corona's natuurlijk, die moeten thuis blijven. Anders begint het gedonder weer opnieuw. Mijn naam begint met een J, dus ik sta dan op 7 mei in de kroeg. En dan ga ik proosten met alle Janne, Jennekes en Jopies die ik tegenkom. Bossenaren, hou je haaks.